zorg is ziek. En als iemand ziek is, moet er voor ons gezorgd worden. En daarom staan we hier met z'n allen om daar vandaag één vuist voor te maken. Het kan gewoon zo niet langer. Deze groep is de hart van onze zorg. En zij verdienen de aandacht, het respect en het eerlijke salaris voor het belangrijke werk wat ze doen. Ik ben hier om actie te voeren voor een beter cao, want dat is echt nodig. De werkdruk is immens en daar gaan we eigenlijk als personeel aan onderdoor. Mensen gaan de zorg uit, er is een enorm personeelstekort. En daarnaast, ja, weet je, de financiële waardering die er tegenover staat, dat is gewoon, dat klopt niet. Ik verdring de tranen die achter mijn ogen trekken. We zijn de brug tussen deze patiënten en hun onafhankelijkheid. Maar die brug staat steeds vaker open. Met steeds langere files voor de slagboom. We willen wel, maar we kunnen niet. Patiënten liggen altijd dicht bij ons hart. We zijn er natuurlijk om voor mensen te zorgen. Dat wil je kunnen doen met het gevoel dat je het veilig kan doen. En dat je genoeg tijd hebt en dat je genoeg collega's hebt. Dit moet echt anders. Zij verdienen gewoon meer respect, meer aandacht, een beter loon. En minder werkdruk.